Vandaag ga ik voor het eerst met Cooper de haai op en ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt, want het is een hele nieuwsgierige hond. Hij rent overal op af, dat heb ik al wel gemerkt. Het is ook best wel een hele enthousiaste hond. Ja, kom. Gaan we lekker rennen. Ja, oh, oh. Ga je weer liggen? Nou, dat is ook heel leuk. Nou, het is een hele enthousiaste hond en dat is natuurlijk iets wat je ook wel moet leren bij zo'n beestje. Hij mag best wel af en toe blaffen, maar je wil natuurlijk niet als je hem uitlaat dat hij begint te blaffen en te grommen naar andere honden, want dan kun je hem nooit relaxed uitlaten. Nou, best wel veel dingen wat je zo'n beestje moet leren. Voor mij dus niet echt een optie, want ik ben niet zo heel veel thuis. Kom maar, Cooper. Kijk eens. En dat vind ik dan dus zielig, want dan zit hij dus continu alleen thuis. En zo'n beest is best wel een gezelschapsdier. Heel anders dan bijvoorbeeld een kat. Nou, waar je ook op moet letten bij een hond is bijvoorbeeld vakantie. Dus als je zo'n hondje aanschaft, moet je natuurlijk wel even bedenken, waar ga ik hem laten als ik zelf op vakantie ga? Nou, hé? Best wel veel dingen. Er komt best wel veel bij kijken. Tijd en werk. Maar het is ook wel echt ontzettend leuk. Cooper, kom maar. Ja, kom aan.